Buenos dias vanuit. Ja, ergens in the middle of nowhere. Kijk maar eens waar ik ben. Ik zit nu op 4100 meter en ik ben onderweg richting Ayacucho. Ik heb daar een afspraak met een hele vette Nederlandse stichting. Ja, ik moet wel eerst even deze bergpassen over. Het is ontzettend zwaar. Kijk maar eens mee. Ik ga er komen. Ik ben aangekomen in Ayacucho en nou ja, ik dacht dat het een redelijke stad was, maar als ik nu kijk van hier, is het een gigantische stad met vliegveld en alles erop en eraan. Dan moet ik alleen nog de organisatie vinden waar ik een afspraak mee had. En dat wordt nog een leuke speurtocht. Maar het gaat lukken. Kijk maar. Ik heb hem gevonden. Dit is het hoofdkantoor van Mama Alice. Maar, zoals jullie hier kunnen zien, officieel de stichting van Mama Alice uit Nederland, Hollanda. Maar hier gebeurt het eigenlijk niet. Hier zit alleen de administratie eigenlijk en worden dingen geregeld. Het echte werk van Mama Alice, dat gebeurt in de buitenwijken van de stad. Kijk maar eens mee. Ik ben nu in de armste wijk van de stad. En wat zijn we hier nou aan het doen? Nou, Mama Alice heeft meerdere wijken eigenlijk die ze helpen hier. En wat ze doen is nou hier nou zo aan kerstcadeautjes. Ze hebben bij Mama Alice schoenen ingezameld en alle kinderen van groep 4 en 5 van deze school krijgen schoenen. Hoe ontzettend gaaf is dat? En hoe dat er nou uitziet? Nou, dit is voor kerst. En toen was het moment aangebroken, het was tijd voor de cadeautjes. Rudy, dat is daar Rudy. Hij is daar Rudy, hij is Rudy. Hij heeft dat toen, recibe tu regalita, recibe tu regalo, ahí está. Die kinderen waren natuurlijk ontzettend blij met hun kerstcadeautjes, de mooie nieuwe schoenen. En waar ze nou misschien nog wel meer blij van werden, was warme chocolademelk en kerstbrood in Peru. Dit is misschien wel het mooiste wat ik tot nu toe op mijn hele reis gezien heb. En terwijl deze kinderen cadeautjes kregen, hadden ze voor jullie ook nog een cadeautje. Doei doei! Dos manos arriba. A la una, sentaditos y con las manos arriba. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ah!